Mijn opdracht als kwartiermaker is om te kijken hoe we open onderwijs in de versnelling kunnen krijgen. En dat zoveel mogelijk gekoppeld aan digitale innovatie in het hoger onderwijs. De achtergrond was dat we allemaal vinden dat we onze leermiddelen open beschikbaar moeten stellen aan alle docenten en uiteraard aan de studenten. En de vraag is, hoe moeten we dat doen en hoe kunnen we die versnelling tot stand brengen? En dat ook op een heel effectieve manier dan gaan gebruiken. Ik denk dat het heel belangrijk is om die open onderwijsagenda te koppelen aan alle innovatieprogramma's in de instellingen. Nou, die verschillen per instelling en dat betekent dus ook dat je niet met één open programma het gaat redden. Je moet het fine-tunen op wat Hogeschool Utrecht doet of de Universiteit van Groningen. Er staan allemaal kleine verschillen in. En dan een andere aanbeveling is van zorg ook dat docenten ervoor beloond worden. Dat docenten op een universiteit niet denken van ja, ik word toch gemeten op mijn onderzoek. Nee, je wordt ook gemeten op wat je in het onderwijs doet en hoe innovatief je daarmee bezig bent. Iets waar ik erg enthousiast van werd, was een docent in de Universiteit van Amsterdam die programmeren doseert aan natuurkunde docenten. En begonnen is met een cursus van MIT en hem omgebouwd heeft tot een cursus die beter past bij het curriculum van natuurkunde. En dat dan weer open beschikbaar stellen aan andere universiteiten. En vergelijkbare voorbeelden zie je ook natuurlijk in het HBO. Eén waar ik heel erg enthousiast van werd is in de Hogeschool Zeeland, waar een docent Engels op de hogeschool, die zoveel digitale nieuwe middelen gebruikt om haar onderwijs veel sprankelender te maken en de studenten succesvoller. En zo krijgen we open onderwijs in de versnelling.